We gaan nu met Suze op bezoek bij Geert Schaai van Beursgenoten. Kijkt u mee. Geert, goed je weer te zien. Ja, er is ongelooflijk veel gebeurd in de wereld sinds ik hier de laatste keer was. Je hebt een aantal mooie aandelen voor ons uitgekozen. En die hebben allemaal gemeen dat ze enorm gedaald zijn de afgelopen periode. Dat kan geen toeval zijn. Alle aandelen die ik uitgezocht heb, zijn aandelen die over de knie hebben gelegen bij de beleggers en voor de broek hebben gehad. Maar dat geeft mij comfort. Dat soort aandelen zit heel veel pijn in verwerkt. En als het dan straks allemaal wat tegen zit, en dat zou maar zo kunnen, want er zijn ook recessiegeluiden, er is heel wat te doen in de wereld, dan zit in deze aandelen de pijn al in. En mocht het niet tegen zitten en meegaan, dan zullen dit soort aandelen zich heel snel kunnen herstellen. Er is, zoals ik zei, al heel veel aan de hand. Laten we beginnen met de inflatie. Nou, dat geef je al een aantal jaren aan, die waarschuwing. Ja, we kunnen er nu niet meer omheen. 9,7% in maart is een enorme inflatie natuurlijk. Eigenlijk nog erger dan dat ik verwacht had. Ik zie daar direct ook geen einde aan komen. En dan zal de inflatie dalen, moet ik nog zien of dat doorberekend wordt naar beneden door de grootgrutters en alle bedrijven die daarmee te maken hebben. De spaarders moeten echt om zich heen kijken, hoe ga ik met mijn geld om? Hoe ga ik het beleggen? Of ervoor kiezen dat het verdampt. De rente stijgt wel enorm. Waar gaat dat eindigen? Kijk, aan de ene kant, als je inflatie hebt van 9,7% en je wil je geld intact houden, moet je ook een rente hebben van 9,7%. Nou, dat is gewoon niet zo. Die zuidelijke landen kunnen geen hoge rente trekken, want dan gaan ze failliet. Ik denk dat ze eigenlijk in Brussel gezegd hebben, dan moeten de rijke landen maar onder lijden. En met name de rijke mensen, want dat geld dat verdampt je tussen de vingers weg. Bovendien zie je ook hoe makkelijk wij hier op dit moment geld uitgeven. Ik hoor ze in de politiek niet meer over begrotingstekorten, 7,5 miljard voor de boeren, dit, dat. He, dus in feite verdampt men de schuldenberg. En als die rente al zou stijgen, dan denk ik dat ze weer gaan knutselen bij de Europese Centrale Bank. Een rente tussen de 3% en 4% max. We gaan het over de aandelen hebben die jij tipt. Eén daarvan is PostNL. Nou, vorig jaar kon je die voor 5 euro kopen en inmiddels gaan we al richting de 3 euro. Ja, 3,25, ja, klopt. Waar gaat dat eindigen? Nou, wat eindigt, dat weet je natuurlijk nooit. Maar ik weet wel dat de koers nu goedkoop is. Hè. Je moet eerst even kijken waarom is het gedaald. Het heeft enorm veel voordeel gehad van de COVID. Hè. Iedereen ging bestellen, dus ze mochten 384 miljoen pakketjes verzenden. Over 2021 was een stijging van 13,8%. En ze mochten ook heel veel brieven versturen dat je opgeroepen werd voor een inenting. En dat valt nu allemaal weg. Dus dan zie je dat de resultaten wat naar beneden gaan. Kijk ik dan naar de kansen die er liggen. Op 21 april keert PostNL een slotdividend uit van 32 cent. Dus wie de aandelen maandag of dinsdag koopt, die krijgt wel donderdag die 32 cent. Dat is op een huidige koers een dividendrendement van 10%. Nou heb je best kans dat dat nog een stukje van de koers afgaat, maar je hebt het voorlopig maar. Kijk ik naar de uitspraken van PostNL, die zegt in 2022 gaan we verdienen een genormaliseerde winst van 210 tot 240 miljoen resultaat. Ga ik daar ook weer een payout ratio op loslaten, wat ze vorig jaar ook gedaan hebben, verwacht ik 29 cent dividend. Dus dan komt het de komende 12, 13 maanden ook nog een keer op je af. Dus je krijgt 61 cent dividend, oftewel 18% op de huidige koers, in bijna 20 zelfs. Nou, dat is wel een goede reden om het aandeel in te slaan. PostNL is in mijn ogen wel een kans hebben, maar wel eentje waar je geduld bij moet hebben. Oh ja, overigens, mensen die dat rapport even heel rustig na willen lezen, want je moet weten wat je koopt en waarom je het koopt, kunnen dat gratis downloaden op de site van Business Class of op de site van Beursgenoten. Want dan kun je ook lezen hoe ingewikkeld die analyses gemaakt worden. Voordat je die aandelen een maandag dinsdag koopt om een dividend, lees even dat rapport, dan weet je echt van hoed aan de rand. Een aandeel wat enorm gedaald is ook, 75% maar liefst, is de BNS-groep. Wat doen zij precies? Die zitten in parallel imports. Vroeger hadden ze boten op zee, buttervaartboten. Die gingen buiten de territoriale wateren en dan kon je een flesje neven kopen, belastingvrij, etc. Dat hebben ze enorm doorontwikkeld. Het zijn enorme slimme inkopers. Dus ze leveren nu aan Amazon, ze leveren aan Kruidvat, ze leveren aan Action. Maar daarbij hebben ze nu ook internetsites. Ze hebben tax-free stores op de vliegvelden. Het is een heel groot bedrijf. Waarom is het gedaald? Omdat in de COVID het natuurlijk wel in de hoek van de klappen zat. Hè? De vliegvelden waren geen mensen meer op. Cruisen werden niet meer gedaan. Dus dan gaan mensen gas terugnemen. Is het aandeel gedaald?
Kijk ik naar de ontwikkeling, het is in 2018 van 14,50 naar de beurs gegaan en steeg daarna naar 18 euro. Dus vandaar nu op 6,60 euro 75% gedaald. Maar kijk ik naar de resultaten ten opzichte van 2018, heb ik nu 100 miljoen euro meer omzet, heb ik 50 miljoen minder schuld en heb ik 10 miljoen EBITDA-resultaat extra. Ja, dan staat dat aandeel gewoon heel erg laag. Ze maakten van de week ook nog een overname bekend in Frankrijk. Het is echt inmiddels een miljardenomzetconcern. Dus ik verwacht dat private equity jongens er wel naar zouden willen kijken om dat van de beurs te halen. Misschien een van de grote aandeelhouders wel. Of dat ze op eigen kracht gewoon zeggen van jongen, we gaan ervoor. Van de week kwam een collega-analyst van mij van ING en die zei koersdoel 12,50 euro. Ja, dat betekent bijna 100% erop. Ik ben met 9 of 10 euro ook al helemaal in de wolk. Ik heb zelf een flinke positie. En is dat maar even gezegd. We zullen het zien. Maar weet je, iets wat laag staat, staat laag. En je moet kopen als het laag staat en niet als het hoog staat. Vopak, nou daar hebben we het al eerder over gehad. Ja, nog geen vleugels gekregen. Gaat het wel gebeuren? Het gaat wel gebeuren. Alleen beleggen is geduld. Beleggen is toch een horizon hebben. Ook weer kijken waarom het daalt. Vopak zit in een transitiejaar. Die bouwt tanken. Die ze straks willen verhuren aan alternatieve energiebronnen. En wat je ook ziet is dat door de hoge olieprijzen de voorraad uit de olietanken in opslag wereldwijd bij Vopak verkocht wordt. En dan komen die tanken even leeg te staan. Die worden met de tijd wel weer gevuld. En dan daalt de winst wat. Kijk ik naar die gedaalde winst en naar de fundamenten, staan op dit moment 10 keer de winst. Een dividendrendement van 5% is mijn verwachting. En op de boekwaarde qua notering. Ja, dan koop je gewoon heel erg goedkoop. Van de week kwam er ook een advies van Goldman Sachs. Die zegt van gelijkgewogen aandeel, koersdoel 37,40. Dat is een stijging op hun visie van 25%. Ik zou wel meer kunnen zijn, want in 2020 stond het aandeel 53 euro. En nu 28, het is gehalveerd. Ik koop graag dat soort aandelen. En waarom gelijk gewogen? Omdat ze zeggen, deze markt heeft zoveel kansen, maar ook tegelijkertijd zoveel oneffenheden in de wereld, dat je niet moet overwegen in aandelen. Dus heb je een bepaalde positie, dan laat dat in ieder geval zo, maar hou ze wel stevig vast. Goodyear, de bandenmaker, die heeft een enorme koersval gehad. Daar kunnen beleggers van profiteren, zeg jij. 11 februari stortte dat aandeel met 27% in elkaar. En als ik kijk naar de top van dit jaar, 26, nu 13, is het 50% gedaald. Kijk ik nog wat verder terug, staat het op een derde van zijn koers. Waarom is het gedaald? Omdat de grondstoffen stukken duurder geworden zijn en ze dat nog niet snel genoeg door kunnen berekenen. En dat heeft dan natuurlijk invloed op hun verkoop en op hun resultaat. En dat tast hun vrije cashflow-positie wat aan. En daar houden beleggers niet van. Verkopen die aandelen, rollen over elkaar heen. Dikke paniek. Maar nu moet je kijken van wat voor bedrijf is het en voor wat voor koers koop je het. Een koers waar je een jaar terug van zou dromen. Je koopt gewoon een wereldspeler, een miljardenconcern, die op dit moment even de wind tegen heeft en die moet je kopen op het moment ook weer als het lastig hebben. En verkopen als het hoog staat. Bij Beursgenoten houden ze dus de vinger aan de pols. Mensen kunnen nog lid worden en Beursgenoten Magazine is er natuurlijk nog steeds. Ja, het magazine is heel erg mooi naslagwerk. Eigenlijk is de site op dit moment belangrijker, maar we hebben een heel mooi magazine waarin we analyses schrijven en die analyses kun je ook op site nakijken. We noemen de site ook de wereld van beursgenoten. Want waarom? We doen niet alleen analyses. Elke dag, voor dag en dauw, zijn onze analisten bezig om te kijken wat is het nieuws en wat moet je ermee, hoe kun je dat loslaten op de aandelen, waarbij we een hele gezonde horizon hebben en ook echt wel, als we een keer mis hebben, het geduld hebben om te wachten. Maar ook aan de andere kant, als we denken, nou, het is inmiddels hoog gestegen, dan verkopen we het. Kijk, beleggen doe je samen. Voor 498 euro per jaar ben je abonnee. We kennen maar één abonnee. Alle abonnees zijn VIP-abonnees, krijgen allemaal de golden ticket. Die kunnen overal bij zijn, wat we ook doen, ze weten het. En mensen die abonnee worden, krijgen ook nog het boek van mij, De Wolf Jaagt op Je Geld. Het is een bestseller in 2018 geweest. En als je dat boek leest, en je plaatst er in deze tijd, nou, dan lijkt het wel de Bijbel. Heb je daarna gehandeld, zit je op rozen. Want eigenlijk alles wat nu gebeurt, wordt in het boek voorspeld. Maar het is belangrijk eigenlijk om te lezen. Al lees je de laatste 10 bladzijden, dan weet je ook wat je naar de toekomst doen moet. Ja, Geert, dank je wel. En fijne Pasen nog voor jou. Jij ook, hetzelfde. En wilt u ook lid worden van Beursgenoten, kijk u dan op onze site. Daar vindt u alle informatie.